Verboden informatie. De klas zit op de meester te wachten. Die is weer op de directeur aan het wachten. We gaan zo verdelen in 3 groepjes, hè? Oké. Ja, volgens mij gaat het een heel leerzaam project worden, hoor. De meester loopt de klas in om het project aan de kinderen uit te leggen. Oké, groep, we gaan met een heel bijzonder project beginnen. We gaan namelijk spreekbeurten houden over het kinderrechten. De klas gaat meteen in gesprek met elkaar. Ik dacht aan recht op privacy. We moeten naar de bibliotheek gaan om informatie te zoeken over kinderrechten. Meester, mogen we naar de bibliotheek? Ja, dat is denk ik wel een goed idee. Ja, dat is best wel een heel erg goed idee. We willen naar de bibliotheek! Ik regel wel dat jullie naar de bibliotheek mogen gaan. In de bibliotheek is het personeel druk aan het vergaderen. Er komen nieuwe strenge regels in de bibliotheek. Wat voor nieuwe regels dan? We stoppen met het weggeven van gratis informatie. Vroeger moest je nog een boek kopen of een encyclopedie. Tegenwoordig is dat allemaal te vinden op die pagina van Wiki de Viking. Oh, je bedoelt Wikipedia. Ja, natuurlijk weet ik hoe dat heet. En misschien, baas, moeten we zorgen dat niet iedereen zomaar de bibliotheek kan inlopen. Misschien wel katholieke mensen, dat die niet meer in de bib mogen komen. Ja, dat vind ik een heel goed plan. En al die kinderrechten, die gooien we ook uit de bibliotheek. Weg ermee. Ja, dat is wel een goed idee. En met die nieuwe regels gaat het personeel aan de slag. Dan komt opeens de eerste groep kinderen binnen. Ik vind het wel goed, de nieuwe regels. Ze gaan naar boven en vragen om informatie. Ja, voor de kinderrechten. Nee, dat mag niet. Nee, dat is sinds kort verboden. De kinderen klagen hier enorm over. Nou, brutaal ook. Wegwezen, anders haalt de politie. Teleurgesteld gaan de kinderen zonder boek naar huis. Een andere groep kinderen gaat ook naar de bieb. Maar als ze nou naar binnen gaan en informatie gaan zoeken over kinderrechten, dat mag toch helemaal niet? We willen iets onschuldigs doen, zoals zeehondjes. Met dat plan proberen ze de piep binnen te komen. Wat zei de baas ook alweer? Katholieke mensen mochten niet naar binnen en dan mocht ook niet naar kinderrechten gezocht worden. Hallo, we zijn op zoek naar informatie over zeehondjes. Zeehondjes. Hallo, maar verder naar boven. Het plan is gelukt. Nu kunnen de kinderen in de bibliotheek. Kom, we gaan op zoek naar kinderrechten. Ja, hier staat het. We hebben recht op informatie. Artikel 24. Ah ja, ik zie het. Wat? De computer is bevroren. Hé, we krijgen een berichtje binnen. Er zijn mensen in de bibliotheek aan het zoeken naar kinderrechten. Dan horen de kinderen iemand de trap op komen. Ik zie dat de medewerkers van de bibliotheek eraan komen. Stop ermee, we gaan jullie opsluiten. Je mag hier niet naar kinderrechten zoeken. Maar we leven toch gewoon in een vrij land, dan mag dat toch gewoon? Niks mee te maken, opstaan en nu meelopen. De kinderen moeten voor straf meelopen. Hier bergen jullie op, in de berg op. Wat een onzin joh, we hebben alleen maar gezocht naar kinderrechten. Even later worden de boeken gesorteerd die weg mogen. Dan komt er een nieuwe groep kinderen die ook proberen naar de bieb te gaan. Ze zitten op een katholieke school. Katholieke school? Katholieken mogen niet komen, wegwezen. Maar we mogen hier toch gewoon komen? Katholieken mogen hier helemaal niet komen, opzouten. Wegwezen, weg, weg, weg. Teleurgesteld gaat ook de derde groep kinderen naar huis. Stilte allemaal. Meester, het was echt heel erg hier in de bibliotheek. We werden gewoon weggestuurd. Erg, wij zijn gewoon opgesloten in een donker hok 3 dagen lang. Ja, dat is nog erg. En wij mochten de bibliotheek niet in, alleen omdat we katholiek zijn. Maar hoe heet het? Kijk, dat zijn de mensen van de bibliotheek. Dadelijk gaan ze ons weer opsluiten. Wat komen die mensen hier doen op school? Weet je niet. Hey, meester Matthijs, leuk je weer te zien. Hey. De meester kent ze gewoon. Kom maar omhoog, kinderen. Maar meester, dat waren die mensen die zo vervelend deden tegen ons bij de bibliotheek. Luister kinderen, dit was gewoon een groot experiment. We wilden jullie gewoon leren dat dit wat jullie hebben meegemaakt ook in andere landen echt gebeurt. Dit zijn acteurs. Ja, en deze snor is helemaal niet echt. De monden vallen open van verbazing. Dus meester, het was allemaal nep? Het was nep en ik hoop dat jullie een wijze les hebben geleerd.